Ik ben medeoprichter hier van de Volkstuinen in 1977. Ik heb toen ook een heel verhaal van verteld. Maar Nout, niet om het een of ander, maar ik zeg net, dit is de leukste entree van een Volkstuinencomplex wat ik tot nu toe gezien heb. Echt waar? Vind ik wel, met die bordjes, wij spitten, nou, wij zaaien. Dat is het idee van mij. Ja, ik ben medeoprichter geweest. Dat is ruim 40 jaar geleden. Maar dat ben je dan toch nog steeds? Nee, want je zegt van ik ben het geweest, maar dat... Ja, oprichter geweest. En nou, ik zat in het bestuur tot afgelopen jaar. Ik ben 43 jaar bestuurslid geweest. Dus... Oh, dus je bent niet meer bij het bestuur nu? Ik ben niet meer bij het bestuur. Wel heb ik nog een tuintje. Zullen we daar even heen lopen? Natuurlijk. Waar ik nu mee bezig was... Ja, vertel. Nu we dat... Dat mag ik denk ik niet zeggen. Waarom mag je dat niet zeggen? We hebben een probleem gehad met Limburgs landschap. Oh jee. Zullen we het dan maar gewoon niet zeggen? Doe maar niet zeggen. Oké, okay, nou, dan nou zeggen we dat stiekem niet. Ik ben stiekem bezig, want... Sterf instellen. Kijk, ik heb... In Gennep hadden ze groene dingen, hè? Ja. En dat is van DSV, dat is een heel grote zaad. Ja. Leverancier, die zit in Venzelrijden bij de grenster. En toen had ik me ingeschreven, als je nou borders wilt bloemen, dat is van Limburgs landschap. Aha. Dat is van ons. Dus het is een grensgevalletje? Ja, inderdaad. 3 jaar geleden, toen kwam Limburgs landschap en die zei, dat is zo en zo en dat is van ons. Dus die schuilhut, die staat op de verkeerde plaats, dat is van ons, die moeten jullie verzetten enzovoort. En heel veel problemen. En toen zijn we in het gelijk gesteld, want het was verjaard, waar wij van huren. Dat is een oude mevrouw en die had rechtsbijstand en die is ermee bezig geweest. Ja, en nou is het van ons weer. Ik weet uit eigen ervaring dat bij Limburgs landschap ook hele leuke mensen werken. En heel leuk. Ik denk dat als hier op het grensgebiedje mooie bloemen staan, dat ze ja, wel kijk, een oogje dicht zullen knijpen. En dan was ik vorig jaar, stonden hier heel veel vingerhoedsplanten. Ja. En die heb ik allemaal uitgezaaid. Kijk. Gaan we toch door de stront, jongens? Nou, dit is geen vieze stof. Dit is gewoon een beetje paard. Ja, jij blijft staan. Ja. Leuk. Fijne collega. Kijk. En nou is al die vingerhoed, die is aan bloeien gegaan. Ja. En zie je wat? Die staan allemaal al in de knop. En nu heb ik nog wat zaad. En daar strooi ik daar mooi tussen. En dan krijg je daar een prachtige bloemen. Dus vingerhoedskruid plus... Andere bloemen. Plus, dit is van allerhande soorten klaprozen, korenbloemen, alles. Nou, dat sturen we hier. Goed bezig. Nou, tuintje. Ja, even terug naar de collega die niet door de stront wil lopen. Ah, dat is een vieze ja, we zullen geen namen noemen, hè, Mitch Gossers. Stel pas, kom maar aan. Zo. Nou, dat is dus. En wij doen. We hebben ook bijen, gins. Gins is de... Had ik gezien, ja, de kastjes. Imker. 1 kast hebben we. Vorig jaar hadden we er 4. En die hadden grote productie van honing. En dan de imker die komt uit Mook. En dan hangen we hier een lijstje op. En we kunnen inschrijven... Of je honing wil. Potjes honing. En dat is dan allemaal van deze tuin. Oh, wat leuk. Ja, en we doen hier ook... Veel met vogeltjes, hè. Kijk, allemaal vogelkastjes. Inderdaad. Je kunt het ook horen. Ja, kom eens even mee. Ik heb het heel mooi. Dan kun je denk ik niet komen. Ja, je mag me alles laten zien vandaag, Nout. Ja. Trek alle registers open. Ja. Oh, dat ligt net. Ja, en hierboven. Oh, leuk. Daar zit een merel met... 4 jongen. Kijk ze daar zitten. Oh, kijk nou toch. Oh. Kijk, is dat prachtig mooi. Oh, kijk. Links zie ik ze. Oh, kijk, zie je dat? En die hebben een nest gemaakt. Dat is een kooitje voor roodborstjes. Die wil een beetje open kooitje.
En die merel die zei, hey, ik zit hier lekker droog. Maar die merel zei ook van, ik ga niet in het kastje zitten van de roodbosjes. Nee. Is dit nou een typisch geval van baas boven baas? Baas boven baas, ja. Een merel is, dit zijn gekraagde roodstaarten. En die willen altijd binnen en droog zitten. Zie je dat? Het zijn, ik zie het bij mij rondom het huis ook altijd weer met groot genoegen. Het zijn kunstenaars, hè? De manier waarop ze hun nestjes maken. Ja. Op de meest onmogelijke plekken. Ik vind het echt geweldig. Ja, het is toch prachtig, man. Kom, we laten ze met rust, de kleintjes. Nou, en hier hebben we ook nog allemaal nestjes, zie je dat? Overal. We hebben ook uilen. Ja, ik zag er daar alleen zitten. Kijk, hij zit er nog steeds. Ja, dat is... Daar, boven, hier. Eerste bomen. Ik heb of mijn dochter heeft de kennis. En die doet die uitsnijden uit dat, hoe heet dat ijzer? Wat korte staal? Katroes, korte staal. Ja, en daar heb ik dat eentje van gekocht. Dat vind ik altijd wel leuk. Maar jullie hebben dus ook echte uilen? Echte uilen. Ja, nou dit jaar niet. Ik heb hier al... dat is ook een werk van mij. Ik vind het prachtig met beesten en vogeltjes. Weet dat? Van die vliegende... Ach, die eronder hangen. Vleermuizen? Vleermuizen, ja. Dat hebben we daar ook. En die zijn ook bewoond? Die is één keer bewoond geweest. Ja. Heel aan het begin. Maar bij mij komt die elk jaar terug. Ja? Ja. Nou, ik denk dat hier een beetje te druk is. Dat zou kunnen. Nou, en die... we lopen eerst nog even langs de uilenkassen. Insectenhotelletjes. Hè. Maken jullie allemaal zelf? Ja. Dit is van een van de Zuid-Limburgse beweging die hebben gekregen. Dit is allemaal zelf gemaakt. Kijk, en dan kun je zien, hier zitten dan wilde bijen in. Ja. En die metselen dat dan dicht. En dan daar zit er eentje in. In dit. Oh ja, daar zit kijk, daar is er eentje bezig. Ja. Met een beetje geluk mis, dan zus hem dadelijk ook weer naar boer te komen. En ook dit is weer, we hadden het net over de nestjes, hè. Dit is ook weer, dit is dierenbouwkunde in optima forma. Hè? Ja. Kijk. Kijk, oh, fantastisch. Ja. Kijk naar je duiter. Nou. En dan gaan ze erin, dan leggen ze eitjes. Dan leggen ze een eitje. En dan metselen ze dat dicht. Dit is dicht gemetseld. Hè? En dan gaat dat eitje, dat gaat vanzelf... en dan komt er een larfje uit en die vreet zich weer vrij. Kijk hier. Ja. En die vreet zich weer vrij. Dat zijn er toch twee of niet? Weer. Of is dat er eentje? Dat is eentje. Ja. Dat zit hier. Maar van kleur. Dus die larven die weten precies hoe ze zichzelf dan weer vrij moeten vreten van de bijen. Wilde bijen zijn, die zijn alleen altijd. Die gaan niet met volken werken. Hè. Solitair. Nou, ja, solitair bedoel ik. Kijk, ja, daar hebben we. Dat zie ik ook graag, Nout. Compost. Ja, wij doen zelf composteren. Hè. En even kijken, waarom hebben die jullie... Die rechts is van anderhalf jaar geleden. Dus die gaat van de herfst. En dan hebben we altijd een opschoondag. En dan vragen we alle mensen van, willen jullie even helpen? En dan gaan we die compost, die gaan we of... zelf verwerken of we zetten hem op langs de zijkant van de tuin. En dan, ja. En die andere die moet langer? En die wordt dan van de herfst weer als nieuw opgezet. En dan moet hij een jaar afgedekt liggen en dan is hij klaar. Is die dan niet in no time op? Nou, die compost nee, ook? Dat valt wel. Oh, het is niet zo dat mensen over elkaar heen rollen om de compost in de... Nee. Maar het lijkt wel, een wedstrijd hier, wie het mooiste tuintje heeft. Daar is de bosuilenkast. Ja? Ja, de hele grote. Ja, en die hebben we een klein beetje moeten afschermen, want ik zal je dadelijk de kerkuilenkast laten zien. We hebben hier ook hamsters, zal ik maar zeggen. Marters. Ja. En ja, die is daarin geweest en die heb ik toen af moeten schermen. Die heeft toen een nest helemaal opgevreten. We hebben hier al ongeveer 25, 26
jonge uilen grootgebracht in die jaren. Dat is dan altijd weer een dingetje, hè? Want is dat niet eigenlijk ook gewoon de natuur? Dat is eigenlijk... Dat zo machtig. Ja, dat is de natuur natuurlijk, maar ik vind uiltjes ook mooi. Kijk, maar eigenlijk wat je dan aan het doen bent, Nout, je bent dan eigenlijk aan het ingrijpen in de natuur, hè? Die kasten, die hebben daar opzij, hebben we er van die flappen aangemaakt. Want die marter, die springt daar op die tak en die gaat daarin. En dan hebben we er van die flappen aangemaakt. En nou kan hij er niet zo makkelijk in. Sinds verder die boom daar, dan eventjes... Ja, nee. Ik loop lekker in jouw voetsporen mee.